We hebben na 5 augustus geen uh, tijd gekregen om ja. echt met u te praten over dit vraagstuk. Maar u was vanmorgen wel bereid om uh, de kijkers van Mama Tintaki te informeren. Zo. Is uw rechtsvraag beantwoord door het Hof? Ja, het is uh, niet gewoon beantwoord, maar het is goed gemotiveerd beantwoord door het Hof. Um, namelijk is gevraagd aan het Hof om te toetsen of artikel 9 en 24 van de kiesregeling die inhoudt 9 de zetelverdeling en 24 gaat over de geldende grenzen van de kiesdistricten als die in strijd zijn met de grondwet en of met verdragen ja. en die toetsing heeft het hof gedaan en het hof is tot het oordeel gekomen dat er inderdaad sprake is van strijdigheid en een Uitgebreide motivering gegeven aan haar oordeel. En het is een fantastisch uh, besluit om, om te lezen um, en gewoon heel goed onderbouwd. En de conclusie van het Hof, en dat was ook um, um, eigenlijk om het zo te noemen mijn pleidooi ja. in het verzoekschrift wat ik heb gedaan, is dat met het stelsel, althans die zetelverdeling zoals het was, de wil van het volk niet tot uitdrukking kwam. En waarom niet? Omdat vanwege um, de manier waarop die zetels worden verdeeld, ja. het erin resulteerde dat de minderheid in feite bepaalde voor een meerderheid. En ik hoef niemand uit te leggen dat in geen enkele democratie, niet eens in een organisatie, werkt dat zo. Ja. Doch de minderheid kan niet bepalen voor de minderheid, dat werkt nergens zo. Dus is dat uiteraard in strijd met de fundamentele democratische uitgangspunten van onze rechtsstaat. Ja. En uh, het Hof heeft daarnaast nog gekeken naar ook andere um, 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 stelsels en uitgangspunten, internationaal, onder andere in Amerika. Um, er is ook nagegaan um, waar het gelijkheidsbeginsel op gestoeld is. Is er echt sprake van een ongelijkheid? En wanneer we kijken naar het aantal stemmen dat nodig is voor zetels, dan is het gewoon evident dat er sprake was van een ongelijkheid. En dat heeft allemaal geïndesulteerd in strijdigheid van die kiesregeling met de grondwet en verdragen. Ja, um, opmerkelijk is dat het Hof geen eindconclusie heeft gemaakt. Heeft u dat geen eindconclusie ja. gemaakt? Ja, ik, ik zag zeven argumenten mm -hmm. en uh, de punten zijn uh, mm. vervat in uh, zeven argumenten, maar geen één conclusie. Het Hof heeft wel een conclusie okay. gemaakt. Misschien moet ik uitleggen hoe het, hoe het werkt. Ja. Het Hof heeft alleen, laat me dit zo zeggen, het is belangrijk om door te hebben waar past het Hof in het geheel? Ja. Want mensen denken vaak, het Hof is een soort van rechterlijke macht, ja. maar het Hof is niet hetzelfde als de rechterlijke macht. Het is een apart orgaan dat alleen bevoegd is om te toetsen of bepalingen van wetten in strijd zijn met de grondwet en verdragen. Ja. En de, het Hof heeft die bepalingen in feite separaat getoetst en is tot het eindoordeel gekomen mm -hmm. dat artikel, ik noem maar een voorbeeld hoor, uh, artikel 9 en 24 kiesregeling zijn in strijd met artikel 8 van de grondwet. Ja. En, so, en daarnaast ook zijn die twee artikelen in strijd met artikel 55 van de grondwet ja. en enkele verdragen. Als het hof zelfs maar één stredigheid concludeert, ja. betekent het dat die wettelijke bepaling onverbindend is. Ja. En die toetsing van het hof, dat Eindoordeel heeft geresulteerd in meerdere strijdigheden. Okay. Ik weet het niet uit het hoofd, maar volgens mij zijn er een stuk of vier of vijf strijdigheden met de grondwet en uh, enkele verdragsbepalingen. Dus het Hof heeft wel een eindoordeel getro getroffen. Ja. En het Hof is gekomen tot diverse strijdigheden. En de wet zegt dan: welke wet? Zowel de grondwet als wet, constitutioneel Hof, die zeggen op het moment dat het Hof een strijdigheid oordeelt, is het rechtsgevolg. Dat die wet of die wettelijke bepalingen onverbindend zijn. En vandaar dat we kunnen concluderen dat A. het Hof inderdaad een oordeel heeft uh, gegeven, en B. het rechtsgevolg dat dat heeft is onverbindendheid van artikel 9 en 24. En voor in en Tjimon, die twee, twee bepalingen, ze bestaan dus niet meer. meer in in een dus Je mag gebruiken. Dit niet bestaat. bestaat niet meer. Oké, okay, mooi, sorry. Maar nu is de vraag, wat hierna? Mm -hmm. Want uh, de politieke partij DIA91 heeft uh, een lezing gehouden. En uh, daarvoor heb ik ook gesproken met uh, de heer Eugène van der Sand, bestuurskundige. En hij heeft aangegeven dat als de wetgevende macht, die bestaat uit de regering en uh, uh, de DNA, de twee artikelen niet aanpast, Mogen wij de verkiezingen van 2025 niet organiseren op basis van het, het huidig stelsel? Als dat gebeurt, dan zijn in feite de verkiezingen nog legitiem. Um, maar we zien ook dat het Hof toch die opening heeft gelaten. Waarom? Het Hof heeft enkel. laat me het anders zeggen. Het Hof komt. Dat eindoordeel en het hof is alleen bevoegd om te toetsen ja. of er strijdigheid is. Ja. Maar voordat het hof komt tot dat eindoordeel, zijn er een paar overwegingen die ze neemt ja. en ter motivering van haar eindbeslissing. Ja. En een van de overwegingen of een van de motiveringen is dat het Hof zegt dat het Hof van mening is dat die verkiezingen moeten doorgaan. Ja. Maar het Hof is niet bevoegd om daar rechtsgevolgen aan te verbinden. Ja. Dus dat de verkiezingen moeten doorgaan, dat die overweging van het Hof kunnen we beschouwen als ja, de, de bevinding of de aanbeveling van het Hof. Over de verkiezingen die moeten doorgaan, maar er is geen rechtsgevolg aan die overweging. Nee. Het enige waar rechtsgevolgen uit voortvloeien nee. is het oordeel van strijdigheid van artikel 9 en 24 met de Grondwet en verdragen. En dan heeft meneer Van der Zaan gelijk wanneer hij zegt. Dat je die verkiezingen niet kan houden zolang dat niet is gewezen. En dat is eigenlijk het, het, het mooie van dit oordeel van het Hof, ja. omdat dit vonnis leidt ertoe dat het parlement, met name en die regering, in een positie zijn gebracht waarbij ze verplicht zijn geworden om die wijziging tot stand te gaan brengen. En dat moet gaan gebeuren voor 2025. En waarom kan je die verkiezing niet houden als dat niet wordt gewezen? Omdat, zoals ik eerder zei, de artikelen hebben niet bestaan. Ja. Dus ze hebben hun rechtskracht verloren. En als je een verkiezing hebt, laten we zeggen de verkiezingen worden gehouden en één um, partij heeft, ik noem maar wat, er 200.000 stemmen. Dan hoeveel zetels krijg je daarvoor? Ja. Er is niks wat bepaalt hoeveel zetels je krijgt. Dus je zou het kunnen zien: iemand zei het zo mooi, als een auto, die motor werkt wel, maar als je die banden niet hebt, dan ben je go. Ja, ja het, het werkt niet. Dus zo zou je het kunnen zien: de zetelverdeling is, is gewoon fundamenteel aan elk kiesstelsel, want je kan mee doen aan die verkiezingen, maar als je twintig stemmen hebt gehad, dan weet ik nog niet hoeveel zetels je krijgt. Ja. En zonder die zetels kan je niet spreken over komen tot een vertegenwoordiging in het parlement. Dus Daardoor is men eigenlijk verplicht geworden om die wezig te gaan buigen over die wijziging. En ik ben blij dat dat zo is. En ik vind het eigenlijk jammer. Dat een, een hof met dit oordeel dat moet doen. Reden waarom ik het jammer vind. Omdat de politiek al 30 plus jaren heeft beloofd het te zullen veranderen. Toch? Um, deze regering heeft ook in hun regeerakkoord die belofte gedaan aan het volk. Dus ik beschouw dit niet als een moment om bang te zijn. Van ik ga dus op zaar gaan vier verkiezingen komen. Absoluut niet. Um, het niet houden van verkiezingen is gewoon geen optie. Toch, het moet voortgang vinden. En ik beschouw dit als een bijzondere opportunity voor met name deze regering om een van de beloften die ze heeft gemaakt, die ze heeft gedaan aan het volk, wel na te leven. Ja, maar um, een, een van de zaken waaraan een kiststelsel zich moet houden, is dat het geen minderheidsgroepen moet uitsluiten. Toch? Misschien hebben we hier geen minderheidsgroepen, maar we kunnen praten over de Tsim Tsing-districten. Para, Coroni, Sipaluwini. Um, als deze artikelen worden aangepast, gaat het zo zijn dat Paramaribo meer zetels krijgt, Omnikeri um, meer zetels. Maar het kan ook zo zijn dat de kleine districten als Coroni enzovoort geen enkele zetels gaan krijgen. Is het geen uitsluiting van uh, um, gebieden? Ik zou het geheel, want ik, alles is een kwestie van je perceptie, van ja. je locatorie. En ik denk dat de manier waarop we naar dit ding kijken, daarin moeten we gaan spelen. En wat bedoel ik daarmee? Ze zijn het parlement is in feite verplicht om op zijn minst die zetelverdeling te wijzigen. Op zijn minst. Ja. Maar ik spreek de hoop uit en ik roep het parlement op. Om zich niet daartoe te beperken, maar het kiesstelsel in zijn geheel op de operatietafel te leggen. Want er zijn nog meer issues die er zijn met het kiesstelsel. Ja. En wanneer je kijkt naar het kiesstelsel. als een van de fundamentele pilaren van de democratie. dan moeten we niet gaan praten over. Om een zetel, dit district, moest ik zien, die zetelverdeling hier en daar. Ja. Het is eigenlijk niet waar het om gaat. De hele discussie moet zich verheffen naar de vraag over hoe gaat de democratie in Suriname eruit moeten zien. We moeten ons gaan buigen over wat gaat het bestuurlijk bestel zijn. Waarom zeg ik dat? Wanneer je praat over het kiesstelsel, dan praat je over mensen die het volk gaan moeten vertegenwoordigen, landelijk niveau in het parlement, ja. maar ook op regionaal niveau. Ja. Toch? Ook op het niveau van de districten, we hebben gezien, er zijn ook DR en RR leden die, die participeren mee in een verkiezing, nee. maar wat merken we van die leden? Ja. Niet omdat het hun schuld is, maar omdat vanaf toen de jaren 87, door de manier waarop politiek wordt gevoerd, komt dat ding van DRRR niet tot uiting. Als ik u nu vraag, wie is uw RR-lid, weet u het? U weet het niet. Nee, nee, nee. nee. Toch? Klap. Dus wat er moet gaan gebeuren, is dat je die decentralisatie op gang gaat moeten brengen. Zodat de mensen, vind ik, in hun districten zelf moeten Kiezen voor hun eigen regionaal bestuur. Bijvoorbeeld, als je dat ding nou noemt DR of als je dat noemt DC. Dat de mensen, dat je ook een verkiezing houdt daarvoor. Laten de mensen zelf gaan kiezen. Wie is de, de ik noem het, noemen het zo, vader van dat district? Ja. Toch? En niet, het moet niet zo zijn. Nu zie je dat de mensen gewoon worden geplaatst. Een paar poppetjes worden geplaatst op een lijst. Ja. En je merkt daarna niets meer van de mensen. Ook worden aan die functionarissen geen tools gegeven. Je gaat een budget moeten toekennen aan, aan, aan die regionaal bestuur. Regionale besturen, zodat zij zelf de problemen kunnen oplossen. Een heleboel problemen, die vraagstukken, horen niet thuis in het parlement. In het parlement moeten we niet praten over een grote para, over een school in Coroni. De mensen moeten het zelf kunnen oplossen. En doordat we dat niet op gang brengen, daardoor blijven die gebieden achter. Ja. Want als mensen zeggen, ja, nu, dan gaan, uh, de districten worden uitgesloten. Ik bedoel, al 30 plus jaar hebben we dit stelsel gehanteerd men zegt dat het is gemaakt om die achtergestelde gebieden een, in feite een voorsprong te geven zodat ze tot ontwikkeling kunnen komen. Maar dat is mijn vraag nu: waar is die ontwikkeling? Dus het resultaat, het doel is niet gerealiseerd en dat zien we. Het enkel en alleen toebedelen van meer zetels aan bepaalde gebieden is niet het antwoord op ontwikkeling. Dus je gaat dat stelsel in zijn geheel op de operatietafel moeten leggen. En ik denk dat je moet komen op een situatie waarbij je hebt een landelijke one-man, one-vote in combinatie met een goede decentralisatie van dat regionaal bestuur. En dan moet je bijvoorbeeld de verkiezingen voor dat regionaal bestuur op een andere dag waardoor het niet ondergesneeld raakt met al die, met de landelijke verkiezingen, zeg maar. En dan denk ik dat je, die, dat, je dat op gang zal kunnen krijgen, want de mensen in die gebieden die weten het best. Wat zijn de uitdagingen en omdat ze hun culturen ook kennen, weten van de zand- en rokodrapen, kunnen zij ook het beste oplossingsmodellen daarvoor aandragen. Dus ik denk dat het als een geheel gaat moeten worden beschouwd en dat allemaal. We gaan ons eerst moeten afvragen waar willen wij met Suriname naartoe? Hoe moet het bestuurlijk bestel breed eruit zien? En aan de hand van de, beantwoord van, aan de beantwoording van die vraag, dan kom je tot dit moet het kiesstelsel zijn. Ja. Um, u heeft de eerste stap gemaakt. Wat kunnen we nog verwachten van u? Nou, natuurlijk. Ik, um, ik hou van Suriname. En uh, tegelijkertijd heb ik een hekel aan onrecht. En omdat ik een hekel heb aan onrecht, zult u van mij kunnen blijven verwachten dat waar ik mijn bijdrage kan leveren. om toch te komen tot rechtvaardigheid enigszins, dat ik dat ook door zal blijven doen, maar we kunnen het niet alleen, toch? Dit um, verzoek dat ik heb gedaan aan het Constitutioneel Hof is niet een, 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 een een eer die alleen aan mij toekomt. En waarom zeg ik dat? Ik heb kunnen voortborduren op het werk dat velen voor mij hebben gedaan. Velen die voor onderzoek hebben gedaan. Dan noem ik namen als Hugo van Andes Mendes, Waylon Shoesetney, Welen Sampolane, Jack Menke, en, 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 meneer Boksteen. Noem maar op zoveel personen, ook van andere invalshoeken, meneer Ramadine, uh, Schalkwijk, al die mensen die zich blijven buigen over deze vraagstukken. En ik kan u zeggen, het is een enorm offer, want we worden er niet voor betaald. Het is dat we onze tijd erin stoppen, omdat we denken we leveren een bijdrage. En je ziet dat wanneer we allemaal onze steentje bijdragen, dat het kan komen tot een resultaat waarbij we veranderingsprocessen op gang kunnen brengen. En daarom zeg ik, wanneer we kijken naar de geschiedenis dat zien wij dat op verschillende momenten in die geschiedenis wij ingrijpende veranderingen hebben gehad in het kiesstelsel. Als u nagaat dat het zelfs een tijd was dat vrouwen niet eens konden stemmen. Helemaal. Toch, dus wat ik daarmee wil zeggen is: we moeten niet bang zijn. We hebben het in het verleden al gedaan. Dus dat we nu staan aan de vooravond van een verandering is een goed ding en we kunnen het weer. We hebben genoeg die capaciteit. Er is genoeg voorwerk en onderzoek al gedaan, dus het is niet zo dat we met onze handen in het haar zitten en we moeten het wiel opnieuw uitvinden. Absoluut niet. De deskundigen die zijn er, dus die moeten worden geraadpleegd. Overigens uiteraard ook alle andere actoren moeten worden geraadpleegd. is dus het een kwestie van keuze maken en een besluit nemen. Er is geen enkele reden waarom dit hoeft te worden getraineerd of een lange berentoestand hoeft te worden. Absoluut niet. Dus ik ben zeer hoopvol gestemd en ik heb het volste vertrouwen in de Surinaamse samenleving. En ik spreek de hoop uit wat dit aspect.